Goedenavond! Welkom, welkom, welkom bij een nieuwe stream. We gaan zometeen Sims spelen. Mijn Sims Selfie gaan we de wellness op sturen. Want gisteren hebben we natuurlijk die patch update gekregen met de wellnessdag opfrissertje. Dus vandaag de wellnessdag 2.0 stream. Ik zelf hou niet van wellness. Ik hou niet van masseren en ik hou niet van sauna's. En mediteren vind ik saai. Wat vinden jullie daarvan? Wie houdt er nou wel echt totaal van wellness en masseren en sauna's? En weet ik veel wat. En het zit heel erg in de knoop. Dus we zijn geen tweeling meer. Ja, we hebben al verschillend land. En we hebben ook verschillende dingen wat we wel en niet prettig vinden. Nee, ik heb een te gevoelig lichaam. Als mensen mij gaan masseren, dat voelt voor mij alleen maar als kietelen. Dus ja, geen sauna's voor mij. Of geen massage voor mij, maar ook geen sauna's voor mij. Want het is alleen maar warm en benauwd. Lianne, ik zou niet echt nagelslakken vind ik leuk, maar verder niks. Ja, nagelslakken heb ik heel weinig ervaring mee. Omdat het heel vaak niet mocht. Van of mijn werk of mijn studie. En ik vind het ook een beetje gek. Dat ik dan opeens, als ik dan nagellak op heb, doe ik al bijna nooit iets met een heftig kleurtje. Want dan zie je al die kleurtjes zo alle kanten op gaan. Sharon zegt, het ligt eraan. Wat voor massage tot nu toe heb ik ze nooit lekker gevonden. Nee, ik weet nog. Ik heb dus één slechte schouder en schouderblad. Mijn linker schouderblad steekt ook een beetje meer uit. Ik heb dus één keer gehad dat ik voor het eerst daar last van kreeg. En naar de fysio moest en zo. En toen kregen ze ook van die massages. En toen hoorde ik echt mensen omheen die zeiden, oh, lekker. En ik zat alleen maar, zeg maar, dan lag ik op die bank echt vast te knijpen. Omdat het zo kietelt voor mij. Ja, tweelingen verschillen soms wel in heel veel dingen. En oh ja, dat is zo. Bij sommig werk mag je niet nagellak hebben. Ik deed hiervoor natuurlijk de opleiding tolk gebarentaal. En dan mag het niet. Want als je dan aan het tolken en aan het gebaren bent. En je hebt dus nagellak op. Dan zie je dus 10 kleurtjes alle kanten opvliegen. Dus dat is niet prettig voor iemand die dan jou, ja, naar jouw gebaren moet gaan zitten kijken. En Sharon zegt, fysio is niet leuk. Het is een marteling. Ja. Lianne zegt, ik heb me niet gezat 25 jaar, maar kan ze nog steeds niet uit elkaar houden. Sharon wordt alleen gemasseerd en dit is een probleem wat bij jou altijd terugkeert. Oh, ze lijken zo erg op elkaar. Wel andere kleren, maar dan weet je nog niet wie het is. Nee. Omri, nee. Je bent betrapt. Ja. En Mrs. Buttercheek, welkom. Oh mijn god, de kat, super schattig. Omri, oh, hij is alweer weg. Omri? Die zit waarschijnlijk, die zullen waarschijnlijk ergens daar bij die tuindeur straks weer gaan zien zitten. Ja, is een boefje, ja. Oh, hij kwam uit de keuken. Hallo. Je bent schattig. Ben ik het niet altijd mee eens? Ja. Omri wou even in de tas kijken of er nog iets lekkers is had. Nou, dat heb ik er dus uitgehaald. Ik heb gisteren weer kattenbrokjes gehaald. Dus waarschijnlijk ruikt mijn tas daar nog een beetje naar. Omdat ik ga niet naar de gewone supermarkt. Het supermarktvoer, als ik dat aan hem geef, dan poept hij bloed. Dus ik heb echt van dat speciale voer. Dan moet ik altijd naar zo'n dierenzaak. Dus dat waarschijnlijk ook mijn tas er nog naar. Want het is echt, ja, zelf samengestelde zakken, zeg maar. Dat mouwtje van toen je zei dat hij niet altijd schattig is. Nee, dat weet hij zelf ook wel. Ik liet vanmorgen iets uit mijn handen vallen. Meteen groen en blazen. Dat ik denk, hallo. Ik val je niet aan. Ik sta op 3 meter afstand. Ik laat alleen iets vallen. Je ziet letterlijk, je kijkt naar me. En je ziet dat ik het laat vallen. En dan nog blazen en grommen. Die kat soms. Oké, laten we maar gewoon nu naar de Sims gaan. Dus zo, daar is die. Oké, nou, we zijn hier nog in de wereld Handford en Bagley van Landelijk Leven. Want hier woont mijn Sim zelf. Ik moet trouwens wel even een cheat aanzetten. Want dan kunnen we de eigenschap veranderen. Want er zit natuurlijk een nieuwe eigenschap bij. Castle edit. Hoppatee. Huishouden beheren. Die. Wangini Mikosa. Wangini Mikosa. Wangini Mikosa. Oké, nou hier ben jij. Hier ben ik. Ja, laten we eerst even hier beginnen. We hebben, ja, dierenliefhebber en lactose en hout van buiten. Maar voordat we gaan kijken naar wat er allemaal nieuw is gekomen met de opfrisser van Wellnessdag, word ik eerst versierd. Ik zat nog te twijfelen. Zal ik me uitzetten? Toen dacht ik, nee. Jongens, we kijken nu net 2 minuten naar het spel. En... Oké. Okay. Sterretjes, bril, zilver. Het zou leuk zijn als het weer sterretjes, bril, zilver wordt. Maar het wordt het eenhoorn-diadeem. Jongens! Nee! Het wordt niet zo'n dag. Ik moet alles nog vinden.
Oké, we hebben die. Waar is die bril? Ik heb geen zin om alles eruit te halen voor één bril. Ik ga toch niet zeggen dat ik nu die bloemenhaarband terug heb en vervolgens een bril kwijt... Oh nee, onderop. Begin van de stream en Kim wordt al helemaal versierd. Nou echt, ik zet die mand weg, maar ik heb hem nog nodig. Ik zet hem wel even op mijn voorhoofd, want het is avond en anders wordt het wel heel donker voor mij. Zo, nou is het gewoon heeft deze eenhoorn helemaal de blitz. Even meteen tickets accepteren. Eén bril weg. Hey, dankjewel, Epica. Hoppatee. Kan toch niet zoveel zien door donker glas 's avonds. Vind ik niet erg dit. Vind ik helemaal niet erg. Zo. Oh, nee, foei. Ik drukte per ongeluk op het verkeerde knopje. Maar we moeten even naar dit knopje, want dan kunnen jullie natuurlijk de eigenschappen ook zien. Ik ga lactose intolerant weghalen, want die scheten hebben we genoeg gezien bij die early access stream. Er is namelijk een nieuwe eigenschap bijgekomen bij dus Wellnessdag. En dat is de eigenschap veel eisend. Veel eisend. Deze sims hebben wat extra werk nodig om gelukkig en tevreden te blijven. Ze worstelen soms met de onbenulligste dingen die vanuit het niets lijken op te doemen. Deze worstelingen kunnen verholpen worden via bedachtzame gewoontes om ze emotioneel te zuiveren. Dus naar de wellness gaan heeft positief effect op de nadelen die met deze eigenschap erbij komen. Nou. Oh ja. Ze zit nu hier. Waar is mijn nagellak? Joe, waar is mijn nagellak? en. Even. IE. Interieurdesigner kreeg 0 doelen. Er was er niet eentje gekoppeld aan de nieuwe carrière. Waarom? En dan krijgt Wellness er 3. En een nieuw kopje zelfs. Wellness. Oh, je hebt zelfs... Wat is de bonus-eigenschap? Spa-lidmaatschap. Deze sims hebben op de een of andere manier een spa-lidmaatschap bemachtigd. Niemand weet eigenlijk waar het vandaan kwam en hoe je het annuleert. Of wie het maandelijks betaalt. Maar 1 ding is zeker. Alle kosten bij de spa worden kwijtgescholden. Oh, gratis naar de spa. En dan zijn er dus 3. De zelfverzorgingsspecialist. Deze sim wil een klapper maken door geld te verdienen met wellnessactiviteiten. Zoals het aanbieden van een manicure. Of het bemannen van een massagetafel in een spa. Dan hebben we... Oh, met een hartje erbij. Wat leuk. Innerlijke rust. Deze sim is op een missie om innerlijke rust te bereiken. Hoewel pure harmonie vergankelijk kan zijn, is het belangrijk om middelen te ontwikkelen die negatieve emoties helpen te verdrijven. En dan is de derde optie de Zen-guru. Vind ik ook wel een geinig icoontje. Deze sim wil dienstkunsten van wellness met de wereld delen en alle kennis van dienstopvolger doorgeven. Dan denk ik, ja, aan de ene kant snap ik het nieuwe kopje wellness, maar deze had natuurlijk ook, omdat het kennis is, onder het kopje kennis gekund. Dit geld had onder fortuin gekund. En dit innerlijke rust. Ja, dat had wel. Ja, maar misschien de natuur. Daar had hij nog wel onder gekund. Onder natuur. Aan de ene kant snap ik het nieuwe kopje, maar het was ook niet per se nodig geweest. Is er een mod die nu achter de computer zit, die een polletje voor mij kan maken? Ik zit trouwens wel heel onhandig aan de verkeerde kant. Zo. Ik zal hier nog even... Het is een checkbord met een hartje. En een hartje met dit. En een... die. Ik weet niet, kon je dat zien net? Oh, dat kon je nog net zien. Oké. Okay. Ja, Sharon kan een poll maken. Oké, okay, ik wil dus de optie. Gaan we voor... ik zal wel gewoon zeggen... geld, rust of guru. Ja, de hele zelfverzorgingsspecialist gaat niet passen. Want in die poll heb je maar een bepaald aantal tekens die je mag doen. Dus gaan we voor geld verdienen? Gaan we voor innerlijke rust? Of gaan we voor guru zijn? Zen-guru zijn? Dan mogen jullie de doel bepalen waarmee we straks gaan spelen. Zo, ik schrik me rot. Uit de bak lopen, Omri. Niet rennen. Lopen. Oké. Okay. Ja, deze outfit wil ik houden, want die is gewoon te leuk. Alleen, ik denk wel dat we het kapsel moeten veranderen, want het is natuurlijk niet echt... Dit is heel erg boers. En dat verwacht je niet bij iemand die veel eisend is. Nee, laten we gewoon even gaan kijken voor wat wellnessdag looks. Ja, die staat natuurlijk bovenaan. Dat is de tweede. Kijk, leuk, met een vlechtje. En we hebben die. Het pakje is net in een ander kleurtje, dat is wel weer jammer. Nou, we doen wel die.
Die vind ik leuk. Even kijken hoor, tweede outfit. Ook een vlechtje. Derde outfit. Ja, ik zal niet alles veranderen. We houden het wel even bij de eerste twee outfits. Hoi Teuntje, welkom. En de poll is al een tijdje bezig. Voor geld, innerlijke rust of een zen-guru zijn. Jullie mogen stemmen. Hebben we eigenlijk hoofddeksels? Dit is wel een pakket dat ik al zo lang heb. Dat ik eigenlijk niet meer precies weet. Oh ja, zo'n handdoek. Nee, dat hoef ik nu niet. Hebben we hier nog accessoires? Nee, ook niet. Ik ga trouwens... Sommigen van jullie kennen het YouTube-kanaal van Town of Plumops wel. Daar maken we altijd als er nieuwe pakketten komen overzichtsvideo's met wat zit er in creëren sim en wat zit er in de koopmodus en wat zit er in de bouwmodus. Ja, Town of Plumops bestond nog niet toen de Sims er wel een dag uitkwam. Dus dat komt aan de ene kant goed uit, want er moet nog een overzichtsvideo komen van de Sims hier wel een dag. Dus dan doe ik gewoon een algemene overzichtsvideo met zowel de spullen die we al 6 jaar hebben als de spullen die er dus nu nieuw bijgekomen zijn. Er is wel vandaag een video online gekomen over de patch update. En dan alleen specifiek het stukje wat er met het basisspel is toegevoegd. Ik heb expres de dingen van Wellnessdag er niet bij betrokken. Omdat ik daar dus een aparte video van wil gaan maken. Maar als je wil weten wat er dus met de patch update, de Wellnessdag patch update, erbij is gekomen. Echt voor alleen basisspel. Dan vind je dat in de video op het kanaal. En binnenkort dus Wellnessdag video's. En Bianca, welkom. Ah. Ja, oké. Okay. We hebben natuurlijk wel wat Wellnessdag kleding. Is deze nieuw? Die komen bekend voor. Die komt me niet bekend voor. Deze is nieuw. Oh, ze hebben een nieuw pakje toegevoegd. Bianca, ja leuk, zat er vanmiddag al helemaal klaar voor. Maar was alleen over de update van het basisspel inderdaad. Ja. Ja, ik dacht... Voor Wellnessdag moeten we nog een overzichtsvideo maken. Dus dat doe ik dan apart. Dan doen we gewoon compleet Wellnessdag creëren sim. En niet alleen de nieuwe nagels. Maar leuk nieuw pakje. Laten we een blauw pakje doen. En dan kunnen we hier even kijken. Oh, voor een losse boven- en onderkant. Wellnessdag. Dit is wel allemaal hetzelfde. Is er iets wat leuk bij dit rokje staat? Natuurlijk niet. Wat is trouwens de uitslag van de poll? Ik moet even op Twitch gaan kijken. Mijn dashboard. Kan ik dat nog terug zien? Even goed een leuke video, dankjewel. Kan ik dat nog ergens terugzien? Innerlijke rust? Oké, okay, innerlijke rust. Oké, okay, dank jullie wel. Ik was helemaal bezig met vertellen dat ik helemaal vergeten ben om te kijken wat de uitslag was. Hmm. Met een paar strepen, maar er moet er wel wat anders onder. Wellness. Kijk, mooi. Die hakjes moeten dan weg, want dat staat natuurlijk voor geen meter. Of we doen hier wel een joggingbroek en doen we wel bij de... sportkleding wat anders. Dat is een beetje een ongezellig kleurtje. Wacht. Even terug. Verder terug. Ja, dat rokje. Nee, niet het rokje. Ik wil het shirtje wat ik in eerste instantie aan had. Die. En dan doen we er weer zo'n broekje onder. En dan is het toch een beetje een mix van iets wat we al hadden. Met, van landelijk leven met iets van Wellnessdag. Dit ziet er wel leuk uit. Want ik heb hier mijn leukje pakje al weggedaan voor deze. En dan gaan we even naar sportkleding. Volgens mij is dit de Wellnessdag... Kijk! Hé, hey, mijn sportkleding had al het Wellnessdag kapsel. Helemaal top. En hier heb ik ook 2 looks. Gaan we even kijken wat we hiervan kunnen aanpassen. Nou, dit is een beetje een trui. Dus dan doen we hier ook een trui. Met die blauwe. En die broek kunnen we vervangen voor... Doen we hier dan een korte broek? Kijk. Leuk. En dan doen we hier dat andere kapsel. Dan komt die ook een keer aan bod. En dan doen we hier een meer yoga-achtig setje. Zoiets bijvoorbeeld.
Even kijken hoor. Ik vond dit een heel tof kleurtje. Komt die ook? Oh, dit is paars. Ook mooi. Maar dit is de matchy. Oh ja. Maar ik denk, dit is wel een heel tof kleurtje. Maar dan heb ik opeens een turquoise haarband. Hoi Mario Kart. Deze wel met... Oeh, kijk. Die komt wel met een matchy. Past beter bij de haarband dit. Schoenen even anders. Ah. Ah. Ben je het er mee eens? Ja, jij, wel met yoga doen ze trouwens de schoenen uit. Ik denk, we hoeven helemaal niet moeilijk na te denken. Zo. Nou, dan hebben we hier een leuk outfitje. Dan hebben we hier een leuk outfitje. En deze. En deze. En dan gaan we een zelfguru worden. Innerlijke zen. Geen zelfguru, we gingen innerlijke zen doen. En bij innerlijke zen was het de bedoeling dat we de missie om innerlijke rust te bereiken, pure harmonie, vergankelijk kan zijn. Is het belangrijk om middelen te ontwikkelen die negatieve emoties helpen te verdrijven. Oké. Prima. Hoe is het met jou? Ja, nou hebben we natuurlijk een kavel nodig. Niet die, waar vind ik dat? Oh jee, kaveltype. We willen een wellness. Een spa. En laten we even doen op nu populairst. Jeetje. Hebben we iets... Ja, nu populairs. Dit is van Lil Simpsy. Die is... Oh, vandaag gemaakt. Kijk, wat hebben we nog meer? Eigenlijk wil ik wel een heel tof center. Hier, Spa Day Pack Refresh. Ik vind dat zo lastig om... Ik wil het groter zien. Ik vind het soms lastig om echt te zien... wat je er allemaal mee kan. Oeh, jeetje. Dit lijkt wel een hele wellnesscentrum. Deze vind ik tof. Je kan alleen natuurlijk totaal niet zien wat je er kan doen. En die is gisteren gemaakt. Dus ja, er staat wel Refresh Spa. Gym en Spa. Ja, ik wil wel eentje waar een beetje ook wat nieuwe dingetjes in zijn gebruikt. Dat is een lastig, want het pakket is... Nou, het pakket... De update is net iets meer dan 24 uur uit. En ik vind het al knap hoor, dat er al wat op staat. Want ik ben echt totaal geen langzame bouwer. Cynthia's Nails en Spa. Nou, zo voor die ene, deze gaan. Van Plumbob Kingdom. Ik zie in ieder geval allemaal complimenten. Ik zet hem in mijn favorieten. Dan kan je hem in ieder geval makkelijk terugvinden. 50 bij 50 is die. Dan moeten we een kavel zoeken. Die is 50 bij 40, net te klein. In Newcrest hebben we er eentje van 50 bij 50, dacht ik. Nee, ook 50 bij 40. Waar is 50 bij 50? Max, ze hebben een pakket wat al 6 jaar oud is. Hebben ze een opfrisser gegeven, heet dat. Dus gewoon even een boost met wat nieuwe content. Dus het pakket is een keertje wat meer waard geworden. Omdat EA de laatste tijd, ook van mij, kritiek kreeg dat ze zeg maar dingen die in een pakket zat met een update naar het basisspel hebben gehaald. Waardoor eigenlijk het pakket minder waard werd. En nu hebben ze het een keertje andersom gedaan. Dus daar mogen we ook complimenten voor geven. Waar heb ik een 50 bij 50 kavel? Ja, hier zeker. Zo'n grote. 50 bij 40. Oh, die is zelfs groter. Dat hoeft ook weer niet. Waar? Jongens, waar? Ja, ik sloop dat bos wel. Wel in de sneeuw. Een beetje gekke plek voor mijn wellness. Ja. Catalogus. Mijn favoriete. Waar heb ik hem nou staan? Ik heb hem net toegevoegd aan mijn favoriete. Oh, daar.
lekker, staat hij. Hier kan je trouwens alles wat andere mensen hebben gemaakt, wat ik gebruikt heb in of een van mijn streams of in een YouTube-video. Dat vind je dus allemaal hier terug. En dit is van een Town of Plubbobs wedstrijd. Smaken verschillen. Dan moest je dus allemaal kamers doen met een bepaalde interieurstijl. Was echt heel geinig. Misschien dat ik daar weer een keer wat mee wil gaan doen. Maar eigenlijk alles wat ik of op mijn YouTube video heb gebruikt van iemand of op stream, dat zet ik altijd in mijn favorieten. Want ik vind het belangrijk dat je van die persoon zelf zeg maar dingen downloadt. En niet dat ik één dingetje verander en het zelf op de galerij zet. Gemeubileerd en we willen het naar een spa veranderen. Ja. Tot de volgende keer, Dagmar. Geniet van je theetje. Ik heb ook thee. Alleen dan de kouwe. Oeh. Ja, alleen dit is jammer. Oké, ik ga even googlen. Misschien gaan we anders toch op die 64 kavel. Oké, Sims 4 50 by 50 lot. Oh, Willow Creek heeft er gewoon één. Oké. Ja, dan gaan we naar Willow Creek. Want ja, het is mooi in de sneeuw en het heeft iets sprookjesachtigs. Alleen ik wil het zwembad niet gebruiken. Dat is een beetje zonde. Dus we gaan gewoon naar Willow Creek. Deze, 50 bij 50. De familie... Doei. We zetten jullie uit huis. Zodat wij een dagje naar de wellness kunnen. Kijk. Catalogus. Favorieten. En dan stond die hier. Gemeubileerd. Spa. Oh ja, ik moest mijn move objects aanzetten. Gaan we dat even doen voor de zekerheid. Ik zie niks gebeuren. Ja, nu wel. Die Oriental Spa. Ik vind het ook wel een mooie naam. Ook een mooie omgeving zo. Hier langs het water. Oh, heel gaaf. Hoe kom je hier binnen? Serieus, hoe kom je hier binnen? Oh, hij staat verkeerd om. Oké, gaan we even omdraaien. Heel cool. Ja, hier kom je dus binnen. Laat even de binnenkant bekijken. Hier een hele grote receptieruimte. Dan hebben we aan deze kant... Oh, hier kan je massages doen. Je hebt hier de koelboxen, nog meer massages. Dan als we de andere kant op gaan... hebben we de badkamers en de kleedhokjes. Dan daarachter zag ik een huisje. Hier heb je ook weer massageplekken. Hier heb je een bar... Oeh, kijk, hier is de yoga. Of de... Ja, de yoga. Hier is de meditatie. Dan heb je hier zo'n heet waterbron. Oh, dit is ook een leuk plekje. Vet tof gemaakt dit. Dan heb je hier een sauna. Met mooi uitzicht op de stenen. Wat hebben we hier? Dit is gewoon een doorgangetje, denk ik. Ja. En dan hebben we hier nog meer massages. Met volgens mij zijn dat die nieuwe tafels die erbij zijn gekomen. Dan gaan we... Oh ja, en dan hebben we natuurlijk heel veel zwembaden en lichtbedjes. Tot de volgende keer, Max. En hierboven... Oh, hier kan je boven nog sporten. Nog meer masseren. Zitplekjes. En... Kijk, een hele chille plek om lekker te kletsen met mensen. Nou, hier gaan we denk ik wel naar ons zin hebben.
Ik vind het ook wel echt bij de wijk passen als je dit zo ziet. Heel tof. Hij past ook eigenlijk wel heel goed in die wereld waar we net waren, Mount Komorebi. Maar ik wil niet. Spel, ja, wel. Wereldbeheerder gewoon. Maar ja, anders had het zwembad niet kunnen gebruiken. En als je Sim dan buiten loopt zonder winterkleren, dan krijg je een melding dat je doodgaat. Daar hebben we ook geen zin in. Dus, we wonen in Hanford on Bagley. Pakken we mijn simmetje. Zien we hier al iets van de veel eisende? Zo! Zo! Niet storen. Verwoede reiniging door grondige reiniging van een smerige etagevloer. Dit komt denk ik nog van de alles aan kant kit. Maar kijk hoe die boze poppetje. ik moet douchen en ik moet slapen. Nou, het is 2:30 s'nachts. Ga maar slapen. En het regent. Mag je als je wakker wordt plassen en douchen. Hoe gaat het met onze Dagmar? Die slaapt ook. Nee, we gaan geen oogstfeest doen. Doei. Dan is mijn Sim weer chagrijnig. Want het oogstfeest was afschuwelijk. Lekker douchen. Stroombesparing is nu in werking. Alle elektriciteit wordt 12 uur lang uitgeschakeld. Godzakken zeg. Hoe gaat het met onze Dagmar? Die is heel gelukkig. Laten we even voeren. En de stal schoonmaken. Eten hoeven we nog niet aan te vullen. En dan gaan we daarna... Oh, dan gaan we daarna eerst weer douchen. Godzakken. We hebben hier beneden ook een bad. Gaan we hier in bad. Even die stal schoonmaken en mijn hygiëne ging naar de pineut. Ja. Oké, nou dan gaan we reizen. Ik heb trouwens niet gezien hoe laat het was. Naar Willow Creek. Nou, zo. Kijk hoe tof die eruit ziet op de kaart. Hier. Hij kan denk ik ook heel tof in de wereld van jungleavonturen. Was het jou te warm, Linnea? Ik heb lekker gewoon binnen gezeten. En het zonnescherm uit. En dat was prima. Lekker relaxed gedaan. Oké, we hebben dus de innerlijke rustdoel. We moeten mindfulness beoefenen. Dus bereik innerlijke rust door te mediteren. Of door 6 uur lang aan yoga te doen. 6 uur lang. Hoi Raoul, welkom. Ontspanning zoeken. Verwen jezelf. Krijg massages. Neem een schuimbad. En maak 6 uur lang gebruik van een sauna. Rustgevende omgeving. Vind rust door wellnessboeken te lezen. Naar new age muziek of focusmuziek te luisteren. Of wierook te ruiken. En de harmonie behouden. Probeer helder van geest te blijven. En mijn Sim wordt boos. Ik wilde net de Sim lezen. Zorg dat je 48 uur lang niet boos, gespannen, bang, beschaamd of ongemakkelijk wordt. En ik kon niet eens met die zin beginnen of mijn zin werd heel boos. Waarom ben je nou weer heel boos? Onredelijke haat tegen de zon. dit wordt wat. Dit komt door de eigenschap veel eisend. Kim besluit het enige in dit zonnestelsel dat alles in leven houdt hardgrondig te haten. Moet ik zeggen, als het 25 graden warmer is buiten... Kan ik het er heel erg... Ja, ben ik het er wel mee eens. We hebben hier van alles. Nou, ga maar hierheen. Nee. Kijk maar, we hebben de sauna daar. Of in de massage. En aan deze kant loopt iemand. Is er al een yoga-instructeur? Nee, dan moet altijd even de meldingen voor in de gaten houden. Hè? Nou, ga maar mediteren. Begin daar maar mee. Kijken of dit ook wegzakt. Hoi Winky, welkom. Of we van heel boos naar boos en dan weer rustig gaan. Of dat mijn Sim gewoon eigenwijs... veel eisend blijft.
Dat boze hoofd. Kijk, dit boze hoofd. En Meerte, welkom. Is dit het heet waterbron? Ja, ook, daar kan je ook in. Alleen de plaatsing is een beetje onhandig. Oh nee, er is hier een trappetje. Oh, top. Waar ben ik? Oh, ik loop om. Oh, oké. Okay. We gaan niet door het centrum. Nee, we lopen gewoon weer naar buiten en om. Nou. Laat die woede zakken. Hoe gaat het met je? Met mij prima. Met mijn simmetje wat minder. Maar ze heeft de welnisvaardigheid geleerd. Dus we kunnen verschillende yogaposes uitvoeren, mediteren en massages geven. En op hogere niveaus worden meer yogaposes, massages, recepten en sociale interacties ontgrendeld. We moeten zelfs 40 keer een rustgevende omgeving vinden. Dit is niet een tool wat je even met een middagje spelen gedaan hebt. Als je 48 uur lang de harmonie moet proberen te behouden en je de sim de eigenschap veel eisend geeft, dat is een uitdaging. Een rustgevende omgeving vinden, 40 keer, doe je niet even zomaar. Komt nog iemand aan. Hoe is dit, de leraar? Is hier wel een... Het ziet eruit als een gewone mat, trouwens. Ik wil wel eigenlijk van die lessen hebben. Ja, we gaan even verbouwen. Leuk dat je daarop staat, vriend, maar die gaat weg. Ik heb namelijk begrepen dat je dus ook een instructeursmat hebt. Maar ik zie het niet. We hebben de Zen Herboren yogamat. En we hebben de perfecte yogamat. Dit zijn gewoon alleen kleurswatjes natuurlijk. Oh, daar. Daar, de instructeur yogamat. Kijk. Dan geeft hij les en dan kunnen wij meedoen. Dat was eerst niet, toch? Toen was het gewoon... Ik snap trouwens niet waarom alles... Nou, die is... Want die is nieuw. Die is nieuw, daar zit nog een sterretje bij. Maar bijvoorbeeld deze stoel is nieuw. Dat is bij mij allemaal weggevinkt. Er staat geen sterretje meer achter. Yoga-instructeur. Oh, daar kunnen we ook om verzoeken nu. Oké, okay, we zitten in de regen. Hoe gaat mijn simmetje dat vinden? Oh, nee. Oh, kijk, de boosheid is wel weg. Ik ben nu blij. Emotionele zuivering. Door de eigenschap veel eisend. Kim heeft een tijdelijk... Oh, het is wel tijdelijk. Een tijdelijke verlichting van diens ongebonden chakra's ervaren en is klaar voor de rest van de dag. Oké, okay. Nou, ik wil een yoga-instructeur verzoeken. En daarna moeten we wat eten, zo te zien. Een surfersim is ingehuurd door Kim. Nou hallo, biedt deze spa dat niet aan? Oh, er is hier ook eentje boos. Nou, ga ook aan de meditatie, vriend. En... Oh kijk, je kan je pedicure en manicure ook op die stoelen nu doen. Gaan we ook nog doen, want we hebben mijn simmetje nog geen nagellak en zo gegeven. Oh, mijn simmetje helpt zichzelf al aan eten. Wat heb je gepakt? Chips. Goed zo, Kim. Goed zo, Kim. En wat vind ik tot nu toe van de nieuwe update? Ja, ik ben er echt net pas mee gaan spelen. Maar ik ben sowieso... Credits naar EA dat ze dit doen. Want ik ben best wel een kritische gamechanger. Ik zit best wel vaak te klagen op de Sims. Dat het niet de pakketten soms het geld niet waard zijn. En als ze dingen van pakketten met een update naar het basisspel halen. Dat een pakket daardoor nog minder waard wordt. Nu hebben ze het een keer tegenovergestelde gedaan. Dus meer in een bestaand pakket gestopt. Waardoor het pakket dus een keertje wat meer waard wordt. Dus kudos naar EA dat ze dat hebben gedaan. Ja, ik ben benieuwd naar alles. Is dit de leraar? Ja, dit is de leraar. Oké. Okay. Vraag om yogales te beginnen. Oh, hij gaat al klaarstaan. Moet ik hem bij hem aanmelden? Oh, daar. Aanmelden.
Ik vind het sowieso ook tof dat ze voor het basisspel ook wat hebben toegevoegd. Van dat doen zou ik alleen maar moeder zijn. Ik snap niet wat je bedoelt, Linnea. Die kit was het niet waard, nee. Ja, maar ik vind elke kit zijn 5 euro niet meer waard. Ik had 3 euro gegeven. Ik had 4 euro nog met lichte tegenzin geaccepteerd, zeg maar. Maar 5 euro, waar sta ik nou weer? Daar. 5 euro vind ik gewoon de prijs niet waard. Voor een kit. Oh, ik hou mijn schoenen aan. Oké. Okay. Ik vind van de nieuwe kit vind ik de spullen wel tof en zo. Maar ik vind industrieel nou niet echt bepaald iets waarvan ik zeg... Oh, dat is zoiets wat een keer in het spel moet komen. Dat moet met een kit, want anders gebeurt het niet. Industrieel is iets wat je best wel in veel dingen terug kan laten komen. Oh, die vent vooraan heeft er geen zin in. Blijf ik staan? Oh? Oh? Ja? Ja, die keukenkit had sowieso bij landelijk leven. Dat was niet chic. Zo van, ja, we hebben nieuwe kitpakketten, waaronder landelijke keuken. En dan een maand later, ja, er komt een nieuw uitbreidingspakket aan, landelijk leven. Dat was gewoon niet chic. Wat hebben we gehaald? 2 van de 6 uur hebben we al een mindfulness volbracht. Ik denk dat dit niet echt een doel is waar we heel ver mee gaan komen vandaag, jongens. Oh, kijk, maar ja, dit is ook een pose die ik... Dit kan ik niet, jongens. Wie is er zo lenig? Maar trouwens, top Raoul dat je de patch update video hebt gezien op YouTube. Thanks voor het compliment ook. Dan gaan we allemaal in slaap vallen, zeker. Jij kon het? Oh, joh. Oké, en nu? Oh, nu is het klaar. Ja, hallo, ik sta daar. Ga even eerst naar buiten. Laat buiten je scheet. Maar we zijn geïnspireerd. Yoga-inspiratie. De zachte, soepele bewegingen van de ene. En na de andere yoga-pose inspireert creatief denken. Emotionele zuivering hebben we nog steeds. Best wel lekker eten. Ja, afschuwelijke feestdag. Oh, meditatieverveling. Ja, dat is als je net begint met mediteren en je sim heeft nog helemaal geen eigenschap. Dan vinden ze dat echt saai. Oké, we gaan even de muur omlaag doen. Ik vind het heel tof gebouwd, maar we zien niks. Wat is dit? Komt dit uit die bug of zo? We draaien wel deze kant op. We willen even kijken. Waar haal je eigenlijk die gezichtsmaskers? Van yoga word ik alleen maar boos, omdat ik de poses niet kan. Hoi Tessa, welkom. En Binky zou zijn rug breken. Ik zou überhaupt al omdonderen. Wat is dit? Oeh, warme... Zijn deze ook nieuw? Deze warme bronnen? Of zijn die van... Wacht, dit wil ik weten. Dit ziet er nieuw uit. Oh, dit is van de sneeuwpretpack. Wow, welke spa is dit? Ik heb vanavond echt een uur gezocht naar een mooie spa. Moet je even naar mijn Origin ID gaan en dan bij mijn favorieten kijken? Hij heet... Oriental Spa. Ik heb hem in mijn favorieten gezet. Waarom loop ik nou weer daar? We gaan kletsen. Ik wil weten waar je een gezichtsmaskertje kan nemen. Niet daar. Oh, we krijgen weer een yogales. Nou, ik wil eerst wat anders doen nu. Is dat op zo'n ding? Ik kan zelfs een massagetherapeut inhuren. Oké, de gezichtsmaskers heb ik nog niet ontdekt. Weet iemand dat? Je haalt de gezichtsmaskers uit de mini-koelkast. Oké, dan pakken we even een mini-koelkast.
mini koelkast. Daar, mini koelkast. Een grote eruit. Een mini erin. Kijk, zelfde kleur. Hoppatee. Nou Tessa, er was gisteren of eergisteren een item bij RTL Boulevard over make-up. En dat je bepaalde make-up dus juist wel in de koelkast moet bewaren, zodat het langer goed blijft. En nou hebben ze dus van die speciale make-up koelkastjes. Nou, die zijn echt zo groot of zo. En daar doe je dan alle dingen voor je gezicht en zo. Doe je er allemaal in. Ik weet niet meer precies wat, want ik zat echt te kijken van... Wat is dit? Maar ja, het bestaat dus van die make-up koelkastjes. Kijk, gezichtsmaskers. Gezichtsmasker kopen en aanbrengen. Nou, ik ben benieuwd. Hey. Ging ik nou vrijwillig sporten? Voel je je wel lekker? Een diergezichtsmasker. Een gouden gezichtsmasker. Een hydraterend gezichtsmasker. Een relaxend gezichtsmasker. Een verkwikkend gezichtsmasker. Een zonverzachtende gezichtsmasker. Laten we die nemen, want dan ben ik niet meer boos op de zon. Oké. Ik had iets meer verwacht, IE. Ze pakt het zakje, ze draait een rondje en het zit op mijn hoofd. Ik had nog een beetje zoiets willen zien. Wat een leuke diadeem heb je op je haar. Ja, dankjewel. Ik heb een beloning verkleedpartijtje. Die was net 3 keer gekocht. En dit is het enige wat er uiteindelijk nog is overgebleven. Je Sim kijkt bedenkelijk met haar masker. Ik zit wel met iedereen te kletsen, hè. Naar Kalamainu. Ik wil iets... Oeh, kijk. Nou, als we toch hier zijn. Neem maar een We kunnen een gewone massage krijgen, maar ik wil even een massagetherapeut inhuren. Kijken wat de opties zijn. Of is zij een massagetherapeut? Dus ik heb nog geld uitgegeven voor niks. Oh, ze gaat ons helpen. Het is geen CC, want ik gebruik geen CC. Dat moet dan uit debug komen. Het zou best uit debug kunnen komen. Ik weet alleen niet welke massages ik nu krijg. Emotioneel bedachtzaam. Het vinden van emotionele beheersing duurt even. Je hebt de eerste stap gezet, maar om volledige emotionele beheersing te bereiken... moet je via verschillende bedachtzame acties tot rust zien te komen. Kalmerend door het gezichtsmasker de zorgen en pijntjes van Kim vervagen. En die hadden we al. Ik zou dit dus persoonlijk echt een hel vinden. Hè? Dit kietelt voor mij alleen maar. Hoe lang zijn we al bezig om de harmonie te behouden? Ik wil een teller. Ik wil weten hoe goed we bezig zijn. Of dat ik het al verprutst heb in de tussentijd. 2 dagen lang harmonieus zijn. Oh, Linnea valt dan juist in slaap. Nee, ik echt niet. Ik weet niet welke ik net heb gekregen. Laten we een diepweefsel doen. Ja, je mag nog wel een keer. Laat me weten wat voor soort massage je in gedachten hebt en dan kunnen we beginnen. Dit is die ene die heel veel pijn doet, toch? Diepweefsel. Oh, ja. Mijn Sim is niet blij. Zo. Ja joh, trek mijn schouder er maar uit. Die zit toch al los. Eerst trekken en dan loslaten, zodat mijn hoofd weer naar beneden dondert. Ja joh, steek even je vuist erin.
Welk pakket hoop je nog dat het een update gaat krijgen? Nou, het grappige was, Jessie vroeg dat aan mij en toen zei ik... Alle pakketten die de prijs niet waard zijn, maar laten maar niet te veel eisen beginnen. Nee, als er al één pakket is die ik zou moeten opnoemen die wel een update mag krijgen, is het uit eten. Want daar zitten best wel wat bugfixes in die nog even aangepakt moeten worden. Maar met uit eten, je bent als natuurlijk de restaurantmanager en je kan op zich wel de tafels afruimen, maar je kan geen bestelling opnemen. Je kan ook niet even bijspringen in de keuken. Dat zou ik wel leuk vinden. Als je dus niet per se de andere banen inneemt, maar dat je kan bijspringen. Dat zou ik wel een mooie toevoeging vinden. Oké, ik wil die ene van de trailer. De... Dark Angel! Dankjewel voor je subje. Uitroepteken vlag in de chat voor Dark Angel. En allemaal hartjes. Allemaal feestelijke emotes in de chat. En dan gaat mijn simmetje krijgt er nu een steenmassage van iemand anders. Oeh, ik kreeg er allemaal een idee van. Nee, we gaan niet sporten. We gaan niet sporten. Oeh, het wordt een blauwe. Oké. Even op pauze. Zo. Welkom. Als hij harder zou doen, krijgt hij klappen. Hoi Kaat, welkom. Lage streepje 21 maart, gok ik. Mooie datum, 21 maart. Dat is mijn Twitch verjaardag. Hier is jouw vlaggetje. Blauw vlaggetje voor Dark Angel. Met een eentje. Gooi allemaal hartjes in de chat. Leuke feestelijke emotes in de chat. En jouw vlaggetje staat er nu bij. Thanks voor je subje. Sven, hey, lang niet gesproken. Kijk, daar komen de eerste hartjes al. Ja, we gaan mijn zimmetje een hotstone massage geven. Steenmassage. Van Charlotte Mol. Jij mag het wel doen. Loop je eerst helemaal naar beneden. Om dan... Wat gaan we doen? Gaan we hier nu staan niksen? We gaan hier staan niksen. Daar heb ik toch geen zin in. Dan moet ik weer helemaal teruglopen. Oh, we hebben hier ook nog massagebanken. We lopen wel hierheen. Zo. Ja, 21 maart. Oké, okay, een massage krijgen. Steenmassage. Ja, jij bent al bezet, dus jij dan. Ik weet niet waar je bent. Oh, zij is boven. Oké, okay, die van de trailer krijgen we nu. Oh, mijn masker is er ook af. Dat gaat dus na verloop van tijd vanzelf, dus je hoeft hem er niet zelf af te halen. Diepe ontspanning door een diep weefselmassage. Oh, van top tot teen gekalmeerd. Je ademt één en ontspanning uit. Nou, dat zag er niet zo uit. Oh! Oh, oké. Okay. Die eerste massage die mijn simmetje kreeg, die ze dus uit zichzelf had gefixt, was een vruchtbaarheidsmassage. Ik had geen plannen. En we hebben nog 3 uur lang de gekalmeerde gemoedstoestand van het gezichtsmasker. In een spa zou ik bijna heel de dag slapen. Nou, ik... ja. Het klinkt altijd zo mooi en zo rustgevend als mensen het hebben. En zo luxe als mensen het hebben over we gaan naar de wellness. En dan denk ik, ja, het enige wat ik leuk vind is dan in het zwembad zitten en in het bubbelbad zitten. Maar raak me niet aan. Yoga lijkt me misschien ook een keertje leuk om te proberen. Heb ik ook nog nooit gedaan. Welk pakket zou je aanraden voor als je stedelijk leven, seizoenen, honden en katten en sneeuwpret al hebt? Ja, mensen vragen wel eens vaker welk pakket raad je aan. Maar het gaat er niet om de combinatie die je al hebt. Maar ook om wat voor soort speler je bent. Hou jij heel erg van het paranormale? Hou je heel erg van bouwen? Hou je heel erg van gameplay? Wat vind je dan leuk in gameplay? Zonder dat ik dat weet, kan ik het niks aanraden. Oké, nou, we hebben weer een massage gehad. Hot and happy! De warmte van de stenen, glad gemaakt door duizenden jaren aan erosie, is een weldaad voor het lichaam. Het is inmiddels alweer 1 uur 's nachts. We gaan wel even naar huis. En dan komen we morgen terug voor dag 2. Met weer een maskertje. We gaan weer yoga doen. We gaan van alles doen. Als je een vriend hebt, mag hij je nooit meer zien. Nee, kietelt. Hij mag me wel een knuffel geven. Maar nee, niet masseren. Rustgevende omgeving vinden als doel. Dit is toch al rustgevend? Nou, wat het ding dus is... Oh nee. Een vos sluipt rond je huis. Verstop je kippen, verstop je eieren. Waar? Hier.
Nee. 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 Weg je. Pharrell. Voor de mensen die op Twitch kijken. Kijk, op YouTube, die mensen maken het niet mee. Omdat het startscherm van de stream gaat zo beginnen. Knip ik weg. En als mijn stream dan op YouTube komt, dan begint het meteen met hallo. Maar als ik mijn stream begin, dan draait het liedje Freedom van Pharrell Williams. En nou is dus, zeg maar, Pharrell de Vos is hier. Dat vind ik grappig. Oké, plassen. En eten. Hebben we nog een klikje? Ja. Als mensen mij gaan aangeraken, krijg ik al die rillingen. Ja, het kietelt gewoon bij mij. Ja, niet gewoon aanraken. Ook als iemand zo doet, dan ga ik niet helemaal hoe. Maar nee, masseren, dat kietelt. Daar geniet ik niet van. Ik snap niet dat mensen dat lekker vinden. Maar ik heb ook een te gevoelig lichaam daarvoor. Raoul, want ik vind gameplay leuk. En dan met families. En vind al die andere nieuwe vaardigheden heel leuk. Dus nieuwe dingen uit te proberen en op vakantie gaan en zo. Ja, als je familie leuk vindt, is ouderschap sowieso een heel fijn pakket om te hebben. Helemaal omdat je al een aantal pakketten hebt met nieuwe werelden erin. Dat is een gamepack, ouderschap. Wat hebben we nog meer? Aan het werk. Kan je letterlijk mee met het werk. Dus ook natuurlijk veel gameplay erbij. Ja, stedelijk leven had je al. Beleef het samen. Had je die al? Nee, die had je nog niet. Kan je met clubsysteem. Kan je dus ook. Clubsysteem is heel handig. Want je kan het echt gebruiken voor vriendenclub of echt een club. Maar je kan het ook gebruiken om alle familieleden in één club te doen. En dan zeg maar van die familiedagen te organiseren. Dus dat is ook een goeie. Ja. Ga je maar eten? We moeten ook even trouwens bij die beesten kijken. Hebben we eigenlijk kippen? Ik heb toch helemaal geen kippen hier? Ik heb helemaal geen kippen. Waarom krijg ik een vos? Ik heb alleen een lama. Die spuugt toch op vossen. Oh, ik heb natuurlijk wel een moestuin. Dus ik weet niet of de ding daar iets van wil jatten. Ik trouwens niet meer... Hier alles verkopen. Alles verkopen. Ja, ik zit nog in mijn landelijk leven safe. Elke keer als ik zeg maar early access heb op een pakket, dan ga ik met mijn Sim Selfie daarmee spelen. En het vorige pakket was natuurlijk landelijk leven. En nu Wellnessdag een opfrissertje heeft gekregen, gaan we Sim Selfie overdag naar de spa sturen. Kijk, even wat geld verdienen. Moeten we ze nog verzorgen? Nee, moeten we die nog verzorgen? Ja, hier, alles verkopen. Hoppatee. Hoe gaat het met die daar? Status schoon. Voederniveau vol. Op dit moment in gebruik door dier. Niet door wat voor dier. Niet door de naam van dier. Nee, gewoon dier. Punt. Dit was niet jouw bed. Dit was jouw bed. Ga maar slapen. Een rustgevende omgeving. Ja, je moet dus mindfulness. Dus 6 uur lang of mediteren of yoga. Ontspanning zoeken. Dus massages, schuimbaden. Of 6 uur lang gebruik maken van een sauna. Rustgevende omgeving vinden. Is dus wellnessboeken lezen. New Age muziek luisteren. Focusmuziek luisteren. Of wierook ruiken. En dat moet je dus 40 keer doen. En de harmonie behouden. Dat is een pittige. 48 uur lang. Mag jouw Sim niet boos zijn, niet gespannen zijn, niet bang zijn, niet beschaamd zijn of ongemakkelijk zijn. En ongemakkelijk gebeurt nogal snel, want als hun energie naar de prut is, of als hun blaas vol is, of als hun maag leeg is, worden ze ongemakkelijk. Sauna na 1 uurtje is Linia er klaar mee? Nou, ik na 5 minuten al. Te warm, te benauwd, hou er niet van. Maar dit is 1 van de 3, hè? Er zijn er dus nog 2 andere. Ik ben wel even benieuwd. Ik wil even kijken. Dit is de beloning. Oh, hebben we iets nieuws? Denk ik niet. Denk niet. We hadden natuurlijk al dingetjes. Het pakket is al 6 jaar oud natuurlijk. Want we hebben dus ook nog Zen Guru. Wat moet je hier dan doen? Andere troosten, andere begeleiden. Detox thee delen en een meester wellnessleraar worden. En we hebben zelfverzorgingsspecialist. Samenkomen, zelfverzorgingsvermaardheid verdienen. Een vaste spa-bezoeker worden en een vaste klant blijven. Maar de community zei, we gaan voor innerlijke rust. Maar het gekke vind ik, hier we hebben 1, 2, 3, 4. Kijk, als ik zeg maar, stel, ik wil een wereldberoemde celebrity doel spelen. Dan heb je dus 4 subdoelen. Zeg maar 4 hoofdstukken voordat je het doel hebt gehaald. Maar bij wellness zie ik alleen een eentje. Ik zie geen 2, 3, 4. Dus ik dacht eerst dat het...
Oh, we doen vandaag geen Mipukken Shell. Die moet ik misschien even uitzetten. Streamlabs. Ik zie in de chat staan. Kim doet mee aan de 15 Mipukken Shell Challenge. Dat klopt. Maar niet vandaag. Misschien vrijdag. Jongens, als jullie zin hebben in een bouwstreampje, dan ben ik er waarschijnlijk vrijdagmiddag. Moet ik even kijken. Of ik dan ook geïnspireerd ben. Maar dat is op dit moment de planning die ik in mijn hoofd heb. Zo. Maar ja, ik had dan liever dat ze dat wat hadden gesplitst of zo. Dat je bijvoorbeeld maar twee dingen en dan niveau 2 en dan andere twee dingen. Of dat rustgevende omgeving niet meteen 40 keer zou zijn. Maar misschien eerst 10 keer en dan daarna 20 keer en zo opbouwen. Het is maar gewoon 1. Dus ik dacht eerst, wauw, 3 doelen. Maar ze bestaan maar uit 1 hoofdstuk. Vreemd. Lekker aan de wierook zitten snuffelen. Waarschijnlijk omdat het 3 doelen zijn. Dat ze die doelen. Ja, maar dan had ik liever gehad dat ze het gewoon 1 wellnessdoel van hadden gemaakt. Nou voelt dat. Nu ik dit heb ontdekt, voelt dit weer een beetje magertjes. Ik dacht eerst, woejo, 3 doelen. Nee. Het zijn allemaal maar 3 doelen die bestaan uit 1 hoofdstuk. Terwijl normaal 1 doel uit 4 hoofdstukken bestaat. Dus dit is ook wel een beetje. Woejo. Dat was dichtbij. Ik weet niet waar, maar ik hoorde het heel hard in mijn oor. Maar dit vind ik van die dingen net als met stapelbedden. Ze kwamen zeg maar met stapelbedden en dan heb je dus zeg maar het daadwerkelijke stapelbed. Dus met 1 bed boven en 1 bed beneden. Dat is dan 1 item. En dan heb je het andere item met 1 bed boven en dan de onderkant leeg. Zodat je een bureau kan neerzetten. Dat je een 2-persoonsbed kan neerzetten. Dat je er een 1-persoonsbed zelf kan neerzetten. Dat je er speelgoed om kan neerzetten. Wat doet EA? Ze zetten die dingen erin. Ik kan het beter laten zien, want ik weet niet hoe ik dit duidelijk moet uitleggen. Maar dan gaan we naar comfort en naar bedden. Kijk, als je dit ziet dan denk je, woejo, vet veel stapelbedden in het spel. Valt dus mee. Want het is gewoon, dit is zeg maar het bed met alleen boven en dit is het met alleen beneden. Maar dat bed met alleen beneden heb je ook gewoon hier. Dus het is eigenlijk gewoon die en dat ene losse bed samen. Maar door die er toe te voegen denk je dat je al 2 stapelbedden hebt. Maar dat is niet zo. Het lijkt heel veel, maar het is niet heel veel. En dat hebben ze dus ook gedaan met, dat zit volgens mij bij elektronica. Zit dat hier? Zit dat hier? Nee, toch bij vaardigheden. Ja, ik zie hier wel de muziekstudio. Waar is die andere? Ik ben dat ding altijd kwijt, dat videomakerstation. Kijk, oh wel, elektronica. Diverse. Je hebt dus hier het meer keuzes videostation van Word Beroemd. En hier heb je dus het meer kijkers videostation. Wat is het verschil? Is dat deze heeft een bureaustoel. Hier, kijk. Dat is de een. Dit is de ander. Wat is letterlijk het verschil? Hier hebben ze die bureaustoel er al voor je bij gezet. Maar die bureaustoel hebben we zelf ook al in het spel. Dus ja. Dan denk je, oh, ik heb er 2. Maar het is gewoon dezelfde. Dus ik vind dat een beetje. Ja, dan wordt die stoppen stoel daar neergezet. Een beetje een doen alsof er heel veel in het pakket wordt gestopt. Lenxis zegt, ik storm hier de laatste tijd ook zo aan. Ja, ik vind, ja, weet je. Het gaat mensen opvallen. Doe niet zo. Doe niet zo alsof je heel veel geeft. Nou, doorslapen. Nou, oh, dat ging snel. Ik zei doorslapen, je wordt wakker. Douchen. En hebben we nog een klikje? Ja, klikje pakken. Er zit veel dul in, ja. Ja, plus het neemt extra ruimte in die balk in beslag. Dus je moet al zoveel scrollen om dingen te zoeken met... Het is lekker in mijn oor de hele tijd hier. Je moet al zoveel... hoe heet het? Zoeken als je aan het bouwen bent. Want gewoon bouwen in de Sims betekent ook heel vaak zoeken. Van alles zoeken. En hoe meer nep dingen ze erbij stoppen.
hoe meer je moet scrollen om iets te vinden. Oké, nou, we zijn helemaal zen. En Dagmar zit nog te slapen. Dus we gaan gewoon meteen weer naar de rust en de oase. Voordat mijn Sim bang wordt of gespannen wordt. Of iets. Zo. Ja, hetzelfde met wasgoedaccessoires. Die wasmachine. Je hebt dus een wasmachine. Je hebt een droger. Maar je hebt dus ook met een wasmachine en droger op elkaar. Terwijl, dat kan je zelf ook op elkaar zetten. Maar het is gewoon hetzelfde item. En die één kleed met drie kleden en die drie kleden los. Volgens mij zat dat toen wel anders. Want het was eerst die drie kleden. En toen heeft de community gezegd, we willen die kleden ook los. En dat hebben ze later dan toegevoegd. Naar aanleiding van wat mensen zeiden. Kijk, hier baal ik een beetje van. Ik ben ongemakkelijk geweest. Ik vraag me alleen af of we onze harmonie al 24 uur hebben. Of dat we nu weer terug op nul staan. Je hebt niet echt een timer hier. Oké, okay, nou laten we dan maar meteen beginnen bij iets. Daar is iemand. Wij willen laten maar eerst om een handmassage vragen. En dan doen we daarna die nieuwe nagellak. Oh, en we krijgen ook weer yoga. Waarom loop ik om? We hebben een je komt letterlijk bij de voordeur. Oh, hij is boos. Oh jee. Zij moeten vandoor. Ja, dat is fijn voor je. Lekker zo'n handmassage met een ring nog om. Kijk, dat is dus een nadeel aan al die pakketten. Dat je zoveel moet zoeken. Ja, vooral kijk, als ik bepaalde bank of zo. Dat kan ik wel makkelijk vinden. Maar de decoraties is zo'n hel. Als je zeg maar kamers wil aankleden met decoratie. Daar zit het meeste zoekwerk in. Kijk, nou ben ik ongemakkelijk. Nee! Verdorie, nou is dit dus weer op nul. We gaan die harmonie niet halen vandaag, jongens. Het wordt geen harmonieuze kimpul. Kimpuls. Andere handje ook even. Oh. Ja, lief doen met die hand. Gelukkig ben ik linkshandig. En is dit mijn rechterhand. Dus ik kan nog schrijven. Oh, een blij handje. Fantastische massage. Oké, zijn we te laat voor de yoga? Ja, we zijn al begonnen. Oké, nou dan mag je verder gaan. Want we willen een manicure verzoeken. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Want ik weet dat je het ook in Creëren Sim kan aanklikken. Daar hebben we natuurlijk net even niet naar gekeken. Is er iets in de Sims wat je nu echt mist? Jongens. Wacht, ik zet even een muziekje aan. Roep maar. Is er iets in de Sims wat iemand zegt, dat mis ik? Ik weet dat heel veel mensen waarschijnlijk nu gaan zeggen paarden. Dingen met baby's, dat is een goeie. Ja, meer dingen kunnen doen met baby's. En dat ze los worden gekoppeld van hun wieg. Dat je ermee kan rondlopen, dat soort dingen. Betere en uitgebreide baby's. Meer kunnen doen met baby's. Oh, ik dacht echt dat mensen gingen zeggen paarden. Het is baby's. Ja, daar ben ik wel mee eens. Auto's zou ik ook wel leuk vinden. En niet per se, ik mis het niet per se, omdat, kijk, daar komt Kato, auto's. We hebben natuurlijk geen open wereld. Dus de auto's echt mee kunnen rondrijden, dat gaat niet gebeuren. Dan gaat het waarschijnlijk zijn, zoals in The Sims 2, dat je dan een auto hebt, je kan erin stappen en je rijdt van je kavel weg en je krijgt je laadscherm. Maar wat ik in The Sims 2 ook had, je had toen zo'n, ja, klusauto. Dat je zelf, zeg maar, aan de motor kon werken, naar carrosserie kon werken en zo. Dat was ook wel heel tof. Meer buitenactiviteiten, zegt Raoul. Wat ik ook nog wel een keer zou willen proberen, dat heb ik in The Sims 3 nooit gespeeld, want ik had toen een laptop en die kon het echt totaal niet meer aan, is dat in de Sims 3 was een van de laatste pakketten was vooruit in de tijd. En dan als je zeg maar naar de toekomst ging en je ging weer terug naar het heden en je maakte voor andere keuzes in je leven, dat het weer effect kon hebben op de toekomst. Dus als je terug ging naar de toekomst, dat het anders kon zijn. Dat heb ik dus nooit in de Sims 3 kunnen spelen, omdat mijn laptop was zeg maar toen al helemaal sloom en die trok het al niet meer. Dus ik heb dat pakket nooit gekocht. Dus het lijkt me wel leuk als ze in de Sims 4 er ook een beetje mee
als daar ook een pakket van komt. Dat je iets met de toekomst kan hebben. Pinky zegt ook meer decoratie en rommel. Een zandbak. Ja, dat is ook leuk. Een zandbak voor peuters en voor kinderen. Rolstoelen. Ik weet wel, omdat het ding is met IE, met mensen met een beperking, is aan de ene kant willen ze het toevoegen, maar het is een heel kwetsbaar onderwerp. Want je wil natuurlijk ook niet dat mensen het gaan gebruiken om mensen te kakken te zetten, zeg maar. Ik weet wel dat IE een paar jaar terug met mensen in gesprek is geweest die beperkingen hadden. Ik weet niet wat het resultaat van die gesprek is geworden, omdat de grens tussen het respectvol doen en het te kakken zetten is natuurlijk heel lastig in de Sims. Je moet dan iets maken wat je dan in het spel kan stoppen, hopend dat iedereen er respectvol mee omgaat, dat er geen rare mods en custom content van wordt gemaakt en zo. Van mij mogen ze. Ja, ik weet dat Bianca en Arnett maken soms ook wel eens grapjes. Dat een date van hun bijvoorbeeld altijd op rolletjes loopt. Kijk, een rolstoel, dat kan nog. Bijvoorbeeld een sim die doof is, dat je dan een gehoorapparaatje hebt of een cochleair implantaat. Ik denk dat het een gevoelig puntje wordt als je bijvoorbeeld mensen met een beperking pakt die niet zichtbaar is. Zoals bijvoorbeeld autisme. Het autistisch spectrum is natuurlijk heel lastig. Mensen die misschien een arm missen of een been missen. Ik denk dat dat heel lastig is. En plus, als ze daarvoor kiezen om een sim met een beperking te gaan toe te voegen. Je kan niet alles. Je moet gaan selecteren. Er is wel een keer een enquête geweest over zulke onderwerpen. Over bijvoorbeeld protheses en zo. Oh ja, dat zou best kunnen. We hebben de laatste tijd zo vaak enquêtes gehad dat ik ben de helft weer vergeten. Mee naar school met je sim. Ja, dat. Ik ben bang dat dat niet meer gaat gebeuren. Omdat we natuurlijk studentenleven al hebben. En dat we daar eigenlijk alleen maar op achteruit gingen. In Sims 3 kon je veel meer met het studentenpakket dan met de Sims 4. En Tessa zegt, ik zou als ik zelf een beperking had het wel fijn vinden. Als ik dan in de Sim ook mezelf zou kunnen namaken. Ja, dat is het puntje wat mensen met een beperking dus hebben. Dat ze graag zichzelf representatief willen kunnen namaken. En er zijn natuurlijk ook mensen met een beperking die juist iets hebben van, ja, maar in de Sim ben ik vrij. Heb ik gewoon een simmetje dat kan lopen en dat kan horen. En ik wil niet in het spel daarmee geconfronteerd worden. Dat heb je natuurlijk ook nog. Dus het is een gevoelig onderwerp. Lianne zegt dat voor mij is niet zichtbaar. Dat wordt lastig maken. Ja. Raoul lijkt het ook leuk als je verstoppertje of tikkertje de Sims kinderen kan laten doen. Je hebt nu ook een enquête over landelijk leven die kan invullen. Oké. Ja, dat is ook een puntje inderdaad, Raoul. Dat als ze dus iets zouden doen met een beperking, maken ze daar een pakket van en moet je daar dus voor betalen? Want dat is wel een dingetje. Je kiest er natuurlijk niet voor of jij wordt geboren met een lichaam dat, ja, ik heb dan één slechte schouder en ik draag soms steunzolen als ik heel veel moet lopen of staan. Maar dat is het. Voor de rest, ik kan gewoon de deur uitlopen en ik kan gewoon trap lopen en ik kan gewoon horen en ik kan gewoon zien. Maar niet iedereen heeft dat, dan kom je natuurlijk op de kwestie van als IE dus dat gaat maken, dan zou het, wat Sharon zegt, ik zou dat supporten dat ze dat in een patch-update zouden doen. Want het zou, ik denk dat de community heel erg losgaat als ze dat een pakket gaan doen en er geld voor gaan vragen. Of dat misschien zo'n aparte categorie, want we hebben natuurlijk de feestdagenpakket, die is gratis en die wordt elk jaar rond december weer aangevuld. Dat zouden ze ook kunnen doen. Dat het een gratis pakket is en dat ze die eventueel in de toekomst zou kunnen aanvullen. Ja, wat ik mis. Ja, ik zou dus iets met de toekomst gewoon een keertje voor de lol willen doen, omdat ik dus daar nog helemaal niet mee gespeeld heb. Auto's mis ik vooral met bouwen. Dat je dan een auto voor je huis kan neerzetten, dat soort dingen. Garages. Echt gameplay met de auto. We hebben toch geen open wereld. Dus daar heb ik wat minder mee. Openbaar vervoer. Alleen, ik weet, we hadden in de... Echt opnieuw. De manicure. We hadden in de Sims 3 hadden we openbaar vervoer in die stadwereld. Iets met een B. Ik weet niet hoe die wereld heet. Maar het nadeel was dan, als je sim een fiets of een auto had en je woonde in die wereld, dan gingen ze rennend of op de fiets of met de auto naar de metro. Vervolgens met de metro dan naar een andere metrostation te gaan en dan weer met een auto. Het werkte niet. Oké, we hebben dus allerlei opties. Even kijken hoor. Het zit dus ook in creëren een sim. Hè? Dus je hoeft het niet per se in gameplay te doen als je zeg maar nagellak wil. Je kan het ook gewoon in creëren een sim aanklikken. En dan zit het dus bij de categorie lichaam accessoires. Dus waar je normaal je kettingen doet. Nee, niet je kettingen. Waar je normaal je armbanden doet, je ringen doet, de handschoenen en zo. De sokken, daar vind je het. Roze! Ja, we hebben dus zeg maar de ballerina. Oh, het heeft zelfs een naam. Jeetje. Ballerina-vormige nagels. En de ronde vormen nagels. Dit lijkt heel erg alsof je het gewoon... Oh nee, deze. Korte vorm nagels. Jeetje, je hebt heel veel keus. De stiletto vormige nagels. De amandel vormige nagels. En de Wat is dat? De gecureerde nagels. Waar moet wat? Waar moet dat, Kaat?
Oh, die massagestoel van Wellnessdag. Daar kan het. In de spa. Maar het zou me ook niks verbazen als je het gewoon bij een spiegel kan doen hoor. En dan het uiterlijk van je sim veranderen. Net als met kleding veranderen en zo. De nagellak zit alleen bij spa dit, toch? Nee, check de video op het YouTube-kanaal van Town of Plumbobs. Top YouTube. Ze hebben een aantal dingetjes in het basisspel toegevoegd. Oké, we hebben dus hier kleurtjes en dingetjes. En nog, golfjes. Kijk, met zwart en paars. En dit is ook met paars. Ik vind die wel tof. Ik weet alleen niet wat die steentjes zijn. Komen er dan glittersteentjes op je nagels of zo? Dit is gewoon. Dit ziet er ook aardig gewoon uit. En wat zijn gecureerde nagels? Mij lijkt het trouwens ook leuk omdat je natuurlijk interieurdesigner hebt, om dan ook nog architect te kunnen worden en dan gewoon een lege kavel krijgt met eisen. Jeetje, ja, dat is dan wel echt een pakket voor de bouwers en daar ben ik wat minder van. Wie zijn nou de leden van Toen of Town? Wacht, we zetten weer even een muziekje aan. Town of Plumbobs heet het. Town of Plumbobs. En de leden zijn iedereen die lid wil worden. We hebben 3 teamleden. En 2 daarvan doen regelmatig YouTube. Dat ben ik. En dat is Miss Divi. Wij maken met z'n tweeën de meeste video's op Town of Plumbobs. We hebben ook nog teamlid Matcha. Die heeft een enkele keer wel eens een video gemaakt voor YouTube. Als we bijvoorbeeld een giveaway hadden. Maar Miss Divi en ik zijn de teamleden die het actief zijn op het kanaal van Town of Plumbobs, op het YouTube-kanaal. Maar Town of Plumbobs is dus een fansite voor de Sims, waar je dus allemaal informatie kan lezen, artikelen, patch-updates. Dus hier heb je de link van de site. En het is dus ooit begonnen met een forum. De site is er pas later bijgekomen. En daar kan iedereen gewoon gratis lid worden. En dan kan je lekker praten over de Sims, praten over andere dingen, over andere games. Huizen delen, video's delen, plaatjes delen, verhalen delen. Dus echt gratis, gezellig. En het forum bestaat alweer 5 jaar. Bijna 5,5 jaar alweer. Maar daar ben ik een van de teamleden van. En ja, mij hoor je het meest op het YouTube-kanaal van Town of Plumbobs. En af en toe hoor je Miss Didi. En heel af en toe hoor je Matcha. En volgens mij heeft de Paper Sim, toen hij teamlid was, ook nog 1 keer een video gemaakt. Maar Meert is al 2 jaar lid. Toppertje. Heb je het al gezien? We hebben een makeover gehad. Het forum is verhuisd. Oké, nu gaan we echt die nagellak doen. Ik zit alleen nog steeds. Ik ben de twijfelkont, jongens. Hij wil de hele tijd zijn boek lezen. Mag niet. Waar nou? Ja, aan de ene kant denk ik vind dit heel cool. Want we hebben dus met roze-paarse streepjes, golfjes en zo. Natuurlijk heb ik dat gezien. Ja, Sharon, van jou weet ik het. Maar we hebben de gecureerde nagels. Ik heb geen idee wat gecureerde nagels zijn. Laten we gewoon. Maar er zit hier geen paars bij. Ja, het is meer roze-paarsig. Er zitten wel heel veel kleuren die op elkaar lijken, hè? Laten we gewoon die doen. Ik wil het wel zien. Ja, die had ik inderdaad gezien. Had strukkels toen haar. Wilde volgens mij badges aanvragen, maar kon het niet vinden. Ah. Ja, dat gaat nu in met teamlid aanvragen of zo. Er is een ask top teamlid. Ja, Miss Dibi is er nu niet. Anders had hij even kunnen helpen. Oké, ik ben benieuwd wat eruit komt. Waarom? Wat wil ik nou weer uit de koelkast? Oh, we gaan nog een gezichtsmasker doen. Oh, het stopt alweer. Oké, die hand is klaar. Nee, nog niet. Het is nog niet klaar. We gaan verder. Oh. Net was het veilen. Nu komt het nagellakje. Nou, jij komt ook lekker energiek binnen. Krijg je doorzichtige nagellak op. Vindt het vast ooit wel. Badges zijn niet echt belangrijk. Ik kan zo wel even voor je kijken, Meerte. Ik laat in Discord wel weten waar je moet zijn. Want op dit moment hebben we de opties om een privébericht te versturen. Hebben we nog niet. Omdat het nieuwe forumsysteem wat we hebben is echt nieuw nieuw. Dat is pas gemaakt en zo. En nog in ontwikkeling. Maar. Oh, je hebt je aangemeld. Hoe gezellig. maar op dit moment hebben ze de optie om mensen privéberichten te kunnen sturen, bestaat nog niet. Dus daar zijn ze mee bezig. En in de tussentijd hebben we daar een speciaal subforum voor aangemaakt. Dat je dan een berichtje kan sturen die alleen teamleden kunnen lezen. Nou, misschien moet je toch bezig met nagellak. Even snel kijken voor je. Topforum.
Oh, ik ben klaar. Nee, niet. Oh, yoga. Het topic heet... Categorieën. Ja, als je op categorieën zit, dan staat er onder de paarse tegel bij welkom staat er privéhulp. Moet je daar even een berichtje posten, Myrthe? Oeh, ik heb nu... Jeetje. Oh. Oh. Oh, dit is zo niks voor mij. Moet je kijken hoe lang. Oh, hoe dan? Oké. Oh, wel cool patroontje erop. Maar ik, er zijn mensen die lopen hier oprecht mee. En ik denk dan altijd... Hoe doe je je veter strikken? Hoe rit je je gulp dicht? Als je zulke nagels hebt, dan loop je toch alleen maar in ballerina's en rokjes? Oké, als kan ik het veranderen? Manicure verzoeken. Ja. Kan je gewoon, als je al een manicure hebt, het gewoon... Dag, met die nagels. Oh, ik heb ook allemaal sprinkeltjes op mijn hand. Oké, ik wil die andere proberen, deze. Want die ziet er iets minder heftig uit. Ballerina-vormig. Klinkt wat vriendelijk. Ik kan met lange nagels al niet eens mijn telefoon vasthouden. Oh, het is ook meteen weg. Je gaat zitten, het is meteen weg. Hij begint nu pas met veilen, maar we zijn er meteen vanaf. Ik heb het zo aan mijn nagel. Nou, dit hebben we natuurlijk al gezien. Ja, veilen. Lakken. Niet zo. Lak. Oh, ik heb mijn levensstijl verdiend. Kim heeft de... Het is geweldig om single te zijn. Wacht. Bezoek. Oh, ik heb hem alleen vrijgespeeld. Ik heb hem niet. Oké. Deze heb ik wel. Gedrag onderhouden om te ontgrendelen. Dus iets met vriendschap en zo. Maar ik heb hem alleen ontgrendeld. Ik dacht al... Het is nou niet echt een eigenschap waarvan je denkt... Yes! Ja, ga je ze nog lakken? Ik weet dan wel dat je aan die kant dat je ze niet alvast krijgt, hè? Dat vind ik wel een beetje jammer. Zie je het hem heel geconcentreerd doen. Aan de ene kant snap ik dat ze deze stoel ervoor hebben gebruikt. Aan de andere kant vind ik het ook wel jammer. Jeetje, deze zijn ook heel heftig. Glimmen ze nou? Wacht, die moet ook van dichtbij zien. Ik vind dit ook heftig hoor. Ik vind het wel een cool patroontje. Deze zijn ook zo lang, joh. Verslijt het nagellak? Oh, dat weet ik niet. Ik neem aan. Ja, ik ben wel 4 uur lang blij doordat ik nu een manicure heb. Maar ik weet niet hoe lang het blijft zitten. Ik denk het niet, omdat je het gewoon in kas kan aanklikken. Ik denk dat het gewoon blijft totdat je het verandert. Wacht, hebben we hier een spiegel? Spiegel. Spiegeltje aan de wand. Spiegel. Hallo, dit is een wellnesscenter. Is er gewoon serieus nergens een spiegel? Er is nergens een spiegel. Nee, nou oké. Dat accepteren we niet. Decoratie. Oh, laat die boom staan. Zo. Spiegeltje, wie is het mooiste van het land? Oké, je hebt natuurlijk outfit zien aanpassen. Ik wil even iets testen namelijk ook. Loop even door. Oh, je kan er natuurlijk niet bij, want het staat er dicht op die plant. Vervelend. Zin aanpassen. Kom eens. Wat is er mis met die kamer? Naar beneden.
toch gewoon open? Waarom kom je er niet heen? Waar ben je? Daar ergens. Kom eens hierheen. Ja. Oh. Oké, iets blokkeert de boel. Ik zie ook geen deur of zo. Ik haal dit gewoon weg. Hé, wat was dat? Ja, dan moet je er toch gewoon doorheen kunnen. Ik snap het niet. Wat heeft dit spel? Hebben ze het afgesloten voor alleen mannen? Slaap lekker, Meerte. Zo, die er dan in. Ook goed. Nog niet. Ik kan ook niet op die deur klikken. Dat is heel gek. Dan zeggen we... Dag. Weer. Gooi de boel gewoon open. Mannenafdeling. Nee, dat is niet. Want normaal kan je op de deur klikken en dat instellen. Kom maar terug. Oké, ik kan gewoon naar binnen. Oké, spiegel. Eindelijk. Sim aanpassen. Queen Virginia. Oké, ik heb nu mijn nagel ook opeens niet meer. Dus ik dan vraag ik me helemaal af hoe het werkt. Maar het zit dus, kijk, je hebt dus je hele dingetjes hier. En dan heb je dus accessoires. En dan hebben ze dus nu twee dingen toegevoegd. Vingernagels en teennagels. En dit is dus basisspel. En dan hebben we hier vier opties voor basisspel. Maar we hebben hier dus, kijk, deze had ik dus net. Hoe? En daarvoor had ik... Zoiets volgens mij. Hoe dan? Hoe leven mensen hiermee? Maar oké, stel ik denk, oh dit is leuk. En ik ga bij sportkleding en ik doe dit. En ik ga weer terug naar die. Dan blijft dat... Oké. Ik weet niet zo goed, ik snap het systeem nog helemaal niet. Want het valt dus onder decoraties, zeg maar, de accessoires. Dus je kan bijvoorbeeld bij alledaags kan je een ring omdoen. En dan bij sportkleding kan je hem afdoen. Maar nagellak is natuurlijk niet zo. Het is niet dat je gaat sporten en dat opeens je nagellak weg is. En als je weer omkleedt en naar je gewone kleding dat weer terug is. Dus dat vind ik een beetje gek dan. Of dat je compleet andere hebt opeens. Ik had liever dat het alleen dan gameplay was. En dat je dan... je nagels kan laten doen en dat het dan, weet ik veel, een weekje blijft zitten en dat het dan eraf gaat en dat je dan weer je nagels kan laten doen of zo. Dat je het in kas kan aanklikken is leuk, maar het is een beetje gek dat het dan een permanent iets is voor die, want ik kan zelfs ook nog doen deze hier en dan gaan we naar nummer 1 en dan doe ik die en dan accepteert het spel dat gewoon. Het is gek, dat klopt niet. Oké. We nemen weer een maskertje. Oké. We hebben gezichtsmaskers. Oh, je kan ze ook gewoon alleen kopen in plaats van meteen kopen en aanbrengen. Ik had net natuurlijk zonverzachtend... Laten we voor verkwikkend gaan. De masker van de eeuwige jeugd. Oh, deze is rood. Oké, wat gaan we doen op de wc? Oh, gebruiken. Nou heb ik opeens een rood hoofd. Kijk! Wacht. Het
Het lijkt wel... Niet met die spikkeltjes, ik lijk wel een aardbei. Kijk, me trots lopen dan. Heb ik mijn nagellak nog? Ja, die heb ik nog. Ze genieten wel van, ja. Heb ik daar ook weer een dingetje van? Verkwikkend. Nog steeds. Nou, die foto komt op de thumbnail, jongens. Hoe zit ze daar? Hoe gaat het bij de yoga? Nou, de les is zeker alweer begonnen. Ja. We kunnen ook... Oh, je kan zelfs meditatie leiden. Maar dan moeten we wel een hoger niveau zijn. Dus ga dan maar even mediteren. Dan. Ik weet niet hoe hoog we zitten. Dit is wel fijn. Elke keer met Early Access speel ik weer met mijn Sims zelf. Dus ik heb vet veel gehaald. Oh, kijk, hier. Wellness niveau 2. Nou, stop er maar mee. Wat wil je gaan doen? Nee, niet verwijderen. Je mag... op Simstagram promoten. Openbaar. Oh, je kan er geld mee verdienen. Oh, geweldig. De begeleide meditatie van Kim begint binnenkort. Nodig anderen uit om mee te doen. Waar was ik? Hier was ik. Kan ik anderen uitnodigen? Oh, er komt iemand aan. Ga je mee? Nee, je gaat weg. Ze vertoeft ook gewoon de hele dag in de wellness, ja. Nou ja. Oeh, er is iemand. Oh, wat gebeurt er? Oh nee, het is koud. Het is herfst. Dit is allemaal buiten natuurlijk. Ja, kom maar even weer terug hierheen dan. Stop maar met meditatie geven. Ja, we gaan het afbreken. Dan maar geen 80 simoleons. Het is nou niet bepaald of je geld tekort hebt. Maar ik wil niet dat je doodgaat. Ik wil wel nog even een ander dingetje proberen. Dus we gaan je even omkleden. Even een winteroutfit. Ik weet niet wat ik je nu geef. Oh, dat is prima. Met dat rode gezicht. Oké, ik heb iets gezien op Facebook. Dus dat gaan we nu even proberen. Oké, ik moet eerst verwijderen. Kan dat gewoon op mezelf klikken? Meer keuzes. Ja, verwijderen. Oké, we halen hem eraf. Ja, je hebt honger. Ik weet het. Maar we gaan even wat anders doen. Gaan we weer een gezichtsmasker aanbrengen? Ja, kan je weer opnieuw beginnen. Alles voor mal verdiend en zo. Laten we de dierenmasker doen. Ja, ik vroeg je wat. Oh ja, daar gaat ze al. Je hebt je winterkleren aan, niet zo zeuren. Oh, we zijn een slang. Of een schildpad. Gaat ze nou uit die mini-koelkast? Wat pak jij nou? Gaat ze een broodje maken? Kijk, ze is relaxend door gezichtsmasker en relaxed door gezichtsmasker. Kim weet niet zeker of ze zich jeugdiger voelt, maar ze voelt zich zeker stukken relaxter. Ja, ga jij je broodje... Nou, schiet op. Maak je broodje nou maar. Er zitten zelfs patatjes bij. Dat vind ik knap. Ze heeft alleen hier weer een rode. Terwijl we hebben hier een dierenmasker. Maar ze heeft hier nog een rode. Dus oh, kijk, daar verandert hij. Ik heb niks gezegd. Ik stop dan met klagen. Je sim heeft wel rare trucjes. Ja, ze is veel eisend. Oh, nou is het gezichtsmasker weg. Nou wil ik weer een nieuwe. Waar is dat ding? Ik ben verdwaald. Oh, hier. Oké, hoe? We gaan weer een gezichtsmasker doen. Nou, laten we nu maar goud. Gaan voor goud. Is hij dan ook echt goud?
Oh, is ook echt goud. Ojo. En de, zie je die kleine sprinkeltjes ervan afkomen? Kijk, nou hebben ze dus weer een gezichtsmasker. Wat is dit? Amusement nodig. Ja, het is goed met je. Oké. Dan mag je die afdoen. En dan wil ik weer een gezichtsmasker. Het gaat tot nu toe nog goed. Hydraterend, alsjeblieft. Oeh, kijk, die vindt Rosie leuk. Turquoise. Maar, ja, ik weet niet of het waar is of niet. Maar ik zag dus op Facebook dat een sim had een rood gezicht gekregen. Omdat ze te veel maskers achter elkaar op had. Maar tot nu toe gaat het met mijn simmetje goed. Het is niet... Ja, het gezicht is niet uitgeslagen of zo. Ik heb wel 3 gemoedstoestanden. Ja, doe maar weer af. Ik wil toch nog eentje. We gaan er nog eentje proberen. Kom maar hierheen. Zo. Te veel piel of maskers gedragen. Ja, dat was dus dat diegene op Facebook zei dus van... ja, oeps, mijn sim heeft iets te veel gezichtsmaskers achter elkaar gedragen. Dus ik dacht, dat wil ik proberen. Maar tot nu toe komt er gewoon een mooi huidje weer onder tevoorschijn. Oké, laatste keer gaan we het proberen. Een gezichtsmasker kopen en aanbrengen. Wat hebben we nog niet gehad? We hebben relaxend nog. We hebben verkwikkend nog. Nee, die hebben we al... Nou, relaxend, dat is de enige die we nog niet hebben gehad. Oh, dan hebben we meteen ook alles gezien. Het kost toch niks. We hebben een spa-lidmaatschap, dus... Die is wit. Oh, dat is gewoon zo'n standaard velletje of zo. Weet je wel, wat je op je gezicht moet neerleggen. Nou, dit is wel een beetje teleurstellend hoor. Ik had wel gehoopt dat het zou gebeuren. En wat wil je? In het water spelen. Je kan hier wel in de warme bronnen ontspannen. Oh, dat is ook goed voor de plezier. Zit ze met een zonnebril en een gezichtsmasker? En je ziet ook 3 van die poppetjes helemaal in de relaxte modus. Ja. Ja, er zijn dus 3 doelen bijgekomen. Die andere 2 doelen hebben we natuurlijk niet uitgeprobeerd. Maar het is wel een doel met maar 1 hoofdstuk. Maar het is niet een doel die je heel snel gehaald hebt. En ik ben eigenlijk benieuwd. De bonus-eigenschap die je dan krijgt als je hem haalt, is dus helder perspectief. Kim heeft een helder hoofd en zal nu tijdelijk afstand kunnen nemen van de vrede werkelijkheid om dingen opnieuw in context te plaatsen. Dus dat het eigenlijk allemaal zinloos is, maar dan op een goede manier. Oké, ik heb geen idee wat voor toegevoegde waarde die eigenschap gaat hebben aan mijn spel. Ik denk dat ik het ooit een keer moet vrijspelen en gewoon gaan proberen. Als er ooit een keer een let's play komt waarvan... Oh, misschien wel wordt beroemd. Die zusjes uit wordt beroemd. Dat is wel een type die... die van wellness en zo houdt. Ja. Ja, die harmonie behouden, dat is hem niet geworden. Ik vind het wel jammer dat je geen timer ziet. Dat je weet hoe lang achter elkaar al goed is. Want ik heb natuurlijk even ongemakkelijk gevoeld. Dus ja, dit is hem niet geworden. Mindfulness is dus mediteren of yoga. Ontspanning zoeken is massage, schuimbad. Oh ja, wierook. Hè? Is ook een wierook ruiken voor een rustgevende omgeving? Wierook. Hier, we hebben een servicebalie. Ontsteken. Vredige patchouli. Komt maar. Ja, eruit. Weer wat anders aan. Even trouwens kijken naar de nagels. Oh kijk, als je dus bij die manicure de nagels doet, dan pakt hij ze wel bij alle outfits. Dus ik persoonlijk zou denk ik alleen de nagels in creëren sim gebruiken
als ik puur creëer een sim maak voor bijvoorbeeld een challenge en op de galerij zet, maar niet van plan ben om er mee te spelen. Ik zou denk ik niet die nagels gebruiken als ik er daadwerkelijk mee ga spelen, want dan vind ik het leuker dat hij met alle outfits gewoon meegaat. Oh, yum. Natuurlijke aardegeur. De patchouli onthult de innerlijke harmonie met de natuur. Hallo, ik was aan het lezen. Hij is weg! Oh, je bent de kamer uit. Kom eens terug, ik was aan het lezen. Dan moet je nog een keer ruiken. De innerlijke harmonie met de natuur van Kim en zorgt voor een vrolijke aura. Ik wist trouwens niet eens dat die dingen gameplay hadden. Of invloed hadden op de gemoedstoestand. Ik zet ze regelmatig wel eens in een huisje neer in een kastje, zo voor decoratie. Maar ik wist niet dat je er ook daadwerkelijk wat mee kon. Nou, we gaan nog aan de yoga. Als hij nou les wil geven. Familievriendelijk? Oh ja, kinderen kunnen natuurlijk nu ook yoga doen. Dat zal die familievriendelijke optie wel zijn. Oh, nu gaan we opeens op de witte mat. Oké. Ja, begin maar. Begin maar. Het is 3 uur 's nachts. Er komen geen kinderen. Begin maar. Oh, ja, oké. Okay. Ik dacht, ja, het is wel heel makkelijk familie-yoga. Gewoon staan. Heb ik nou les of... Oh ja, ik heb wel les, oké. Okay. Want het lijkt alsof ik mijn leraar voor ben. Dat is een beetje gek. Het lijkt alsof ik les geef, maar ik krijg les. Kijk dan, ik doe alles eerst. Er zitten dus nog wat foutjes in Wellnessdag. Loopt er even eentje voor een bloek voorbij. Yo. Nou, ik vind het op zich wel een toffe update wat ze erbij hebben gedaan. Zo. Ja, dat ga ik niet nadoen. Oh, kijk. We hebben mindfulness beoefenen gehaald. 6 uur lang aan yoga of mediteren doen. Nou, toch nog iets gehaald vandaag op stream. Ik weet niet wat jij nu gaat doen. Jij gaat met Nalani kletsen. Nee, je gaat lekker naar huis. Want je energie en je hygiëne, daar moet aangewerkt worden. Wat was dat voor een blij poppetje? Pret voor iedereen. Omdat het yogales ook voor een jong publiek bedoeld was. Of geschikt was. Maar ja, het was om 3 uur 's nachts. Dus dat is natuurlijk niet voor iedereen. Perfecte combi. Zo, Simmetje stuurde hem gewoon weer naar huis. Gaat op een tijdstip slapen die ik zelf ook heel goed ken. Hier, ga maar naar bedje toe. Daar. Ik weet niet hoe het met Dagmar gaat. Staat dus een beetje vies. Dat is voor een andere keer. Als ik überhaupt dan nog speel. Oh. Arme Dagmar. Ja, het is... We hebben het pakket nu een beetje ontdekt. Zo. Wat vonden jullie ervan? Wellnessdag 2.0. Ik vond Wellnessdag sowieso wel een leuk pakket om te hebben. Ik zelf gebruik vooral de bouwspullen uit de Sims Wellnessdag. Ik gebruik niet zozeer heel veel elementen van de gameplay. Maar het is natuurlijk wel leuk dat als je een let's play hebt of echt een verhaal maakt met je sim, dat je gewoon een keertje een dagje Wellnessdag kan doen. Het is sowieso wel een leuke gamepack om te hebben. En omdat het een pakket is wat natuurlijk al 6 jaar bestaat, want de normale prijs is 20 euro. Maar als hij in de sale is, dan is hij dus 15 euro. Dus het is ook zeker een mooie prijs om voor aan te schaffen. En ik vind de updates die ze erbij hebben gedaan heel tof. Ik vind de nagellak heel tof. Ja, dat je hem in kas kan doen. En dan bijvoorbeeld roze nagellak voor je alledaagse outfit. En een paarse nagellak met een andere vorm voor je slaapkleding. En dan regenboognagellak voor je zwemkleding. Is een beetje gek. Ik
zou zelf, als ik met een simmetje speel, alleen nagellak doen via gameplay. Dus echt op die stoel, echt een manicure nemen. Niet via kas. De enige reden dat mijn simmetjes in Creëren Sim dan nagellak zouden hebben, is als ik ze dus maak met bijvoorbeeld een bepaald thema. Ik heb natuurlijk sterrenbeeld sims gehad. Miss Divi heeft trouwens een leuke challenge. De Pretty Please Challenge. Waarbij dus een bijzondere uiterlijke sim op de galerij staat. Word je naar die Miss Divi? En die moet je dan mooi gaan maken. Het is zeg maar ugly to beauty concept. Die wil ik binnenkort gaan doen. En misschien kunnen daar wel de nagels ook bij doen. Maar ja, dat is dan een sim. Die maak ik dan vanwege die challenge. En dan zet ik die op de galerij. Maar als ik echt met een sim zou spelen en dan nagellak wil hebben in gameplay, dan doe ik dat denk ik via gameplay. Omdat dan pakt hij natuurlijk wel al die outfits. Want mijn sim kleedt zich om naar de koud weer outfit. En ze heeft precies dezelfde nagellak op. Dus dat vind ik dan heel tof. En het is sowieso wat mooier. Want soms wilde je een heel vrouwelijk typeje maken. En dan kon je natuurlijk wel ringetjes en armbandjes doen. Maar dan zagen die handen er toch niet helemaal af uit. En ik heb al een hele toffe foto online gezien. Van iemand die... hoe heet ze? Cora van de Kerkhof. Die Bella Goth. Dat is natuurlijk een hele diva dame. Met een rode jurkje. En een mooie zwarte haar. Rode lippenstift. Die had iemand dus van die mooie donkerrode nagellak gegeven. Dus dat maakt het nog toch meer een dame. Ik vind het een toffe update. De doelen erbij, de nagellak erbij, wat meer opties. De gamepack heeft een goede update gekregen. Ik ga ervan uit, het is natuurlijk niet officieel bekendgemaakt, maar ze hebben dit helemaal aangekondigd met... Er is een gamepack die een opfrisser krijgt. Ik ga er gewoon vanuit dat het niet alleen bij Wellnessdag blijft. Ik hoop dat EA meer pakketten opfrissers gaat geven. Dat meer pakketten even weer een boost krijgen en hun geld waard zijn. En wat eigenlijk ook wel leuk hieraan is dat Wellnessdag is wel 6 jaar oud. Maar wordt nu wel weer in het zonnetje gezet. Ik had er heel lang niks meer mee gedaan. Speel er vandaag wel weer mee. En er zitten elementen bij waarbij ik denk, hé, dat ga ik ook weer vaker gebruiken. Ja, ik hoop dus dat ze uit eten een keer gaan aanpakken. Die mogen ze van mij wel aanpakken. En als ik zou mogen kiezen met uit eten, nou, in ieder geval die bugs eruit. Dat het niet zo lang duurt als je met je sim zelf uit eet. Als een sim moet koken en zo en eten, duurt het al zo lang. Kijk, ik heb mijn bord avondeten met 5 of 10 minuten op. Een sim is daar gewoon een half uur mee bezig. Omdat, ja, zo werkt het tijdsysteem in de Sims 4. Maar als je sim uit eten gaat, het kost zo'n hap van de dag in gameplay. Dat ik doe daar eigenlijk vrij weinig mee. Dus als ze dat proces wat meer zouden kunnen versnellen, dat het bestellen van je eten minder lang duurt. Dat het minder lang duurt dat je erop moet wachten. Dat maakt de gamepack dan al beter. En dat als je dus zelf een restaurant runt, want met uit eten ben je natuurlijk de restauranteigenaar. Je bent niet de kok of zo. Maar als restauranteigenaar kan je eigenlijk alleen klanten begroeten. Klanten naar feedback vragen. Eventueel gratis dingen aanbieden. Je kan de tafel afruimen. Maar je kan niet achter de gastheerdesk staan. Je kan niet even de kok helpen. Ik zou het tof vinden dat... Ik snap dat EA niet wil dat je de kok wordt. Of dat je de serveerster wordt. Of dat je de gastheer wordt. Maar ik zou het wel tof vinden als je kan bijspringen. Dat als jouw gastheer net even druk bezig is met een andere klant, dat jij dan de rij kan opvangen en ook iets kan doen, zeg maar. Dus mijn keuze zou zijn uit eten. Mijn keuze zou trouwens ook zijn interieurdesigner, maar die is te nieuw, dus die gaat voorlopig geen opfrissertje krijgen. Maar interieurdesigner heeft gewoon geen gameplay. Interieurdesigner verdient gameplay en een doel. Interieurdesigner heeft 0 doelen. 0! Maar als ze dat doen... God, een jaar! Een jaar! Ik was net bezig met de tekst van Sharon lezen. Als ze dat dan ook doen wat je wil, zou dat ook echt beter zijn. Dank je, Sharon. En Kaat, dank je wel voor je zipje. Een jaar. Ja, je mag een vlaggetje kiezen. That's right, that's right. Ja, je kreeg het lange liedje. Precies een jaar wordt gevierd met een langer liedje. Hoe hou ik het vol? Omri, neem het maar over. Nee? Oké. Okay. Oh, rood. Even kijken. Moet ik die nog knippen? Nee, die heb ik nog rood. Hou ik het vol. Hier is jouw vlaggetje. Word maar scherp. Nou, kom op. Voor 12 maanden mag je wel een beetje je best doen, Kim. Kijk, K87 met een 12. Dankjewel voor je subje. Hartjes in de chat zag ik al. Top, Lianne. Er valt Oase uit. Nou, over 3 weken is het mijn verjaardagstream. Dan moeten toch alle vlaggetjes eruit. Vanwege de loting. Dan gaat er ook wel een nieuw Oase in. Dus zet alvast in je agenda, mensen. Oh, ja. 2,5 week al. Zondag 26 september vier ik mijn verjaardag. Zondagavond, hier op Twitch. Wordt er natuurlijk weer geloot onder deze vlaggetjes of de vlaggetjes die ik in het kattenbakje heb. Maar dan kan een nieuw Oase in. Maar dankjewel nog voor je subje, Kaatsen, op het laatste moment. Wanneer ik weer live ga zijn, ik verwacht vrijdag met de Mipuki Shell.
Ik heb daar vanmiddag al een beetje bij verder gebouwd. Omdat de deadline van de Mipuki shell om Mipuki. Oh mijn god, wat erg. Dagmar is toch slapen. Die heeft het niet gehoord. Die wordt boos als hoort dat ik Mipuki zei in plaats van Mipuki. Dagmar. Ik zal wel even shout-out geven om het goed te maken. Mipuki Games streamt dus ook onder andere The Sims en dus blijkbaar Animal Crossing. Die heeft dus een Shell Challenge op de galerij. De hashtag MePuckyShell5. Daar ben ik al 2 streams mee bezig geweest. En ik ben dus totaal voor de industriële stijl gegaan. Omdat toen de industriële loftkit, ja, met de eerste stream was die net aangekondigd. En met de tweede stream was die uitgekomen. De Shell Challenge, zoals ik hem inricht, heeft dus de complete industriële stijl. En ik heb nog wat kamers te gaan. Maar omdat dus de deadline over precies een week is, ben ik ook offline een beetje verder gegaan. En ik heb vanmiddag gewerkt aan de tuin. Want daar ben ik echt een ramp in. Ik heb ook dingen 20 keer veranderd en weggegumpt en opnieuw gedaan. En ik ben best wel trots op de voorkant. Ik ben door debug gegaan. Heb allemaal mooie hekjes en zo uit debug. Dus de voorkant ziet er best wel stoer uit. Het is nog niet helemaal klaar. Maar als ik vrijdag helemaal gemotiveerd ben en geïnspireerd ben, dan gaan we vrijdagmiddag daaraan verder. Dan gaan we vooral werken aan de binnenkant. Maar wie weet heb ik ook weer wat ideetjes voor de buitenkant. En aanstaande zondag ga ik ook daten met Dagmar. Dan gaan we weer verder met It Takes Two na echt iets van 2 maanden. Voor de rest, join gewoon mijn Discord. Want in mijn Discord heb ik een kanaal dat heet Agenda. En daar zet ik al mijn video's in, al mijn streams in. Ik doe dan niet elke keer updaten van nou, er staat weer het nieuws in de agenda of de agenda is geüpdate. Gewoon af en toe er even op klikken en dan kan je kijken. Ga je weer om hulp vragen? Geen idee. Wie weet zijn we super helder zondag. En wie weet zetten we echt iets van... Ja, wie weet zien we het meteen. Maar wie weet zijn we ook ontzettend aan het prutsen. Ik weet het niet. Ik heb ook expres niks gezien. Het enige wat ik wel weet is dat ik ooit nog met spinnen te maken ga krijgen in It Takes Two. En dat we erop moeten zitten en daar ga ik niet blij mee zijn. Dus als dat zover is, dan zit ik niet zo. Dan zit ik hier. Nee, ik hou echt niet van spinnen. Jullie zijn voor de 3e keer begonnen. Jemig. Nee, wij moeten de eerste keer nog steeds afmaken. Maar aan de ene kant denk ik elke keer, oh, ik wil het weer een keer streamen met Dagmar en It Takes Two spelen. Ik heb zin in It Takes Two. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, maar hoe vaker we het spelen, hoe sneller het op een gegeven moment klaar is. Het is te leuk. Het is, ja, ik vind het zo'n leuk spel. Ik ga het echt jammer vinden als het klaar is. Ik heb ook nog andere spellen op de planning staan die ik wil spelen. En ik heb natuurlijk ook nog projecten die nog af moeten. Zoals een hele hoop Let's Play series op mijn YouTube kanaal. 100 Baby Challenge heeft ook al even geen aandacht meer gehad. Ik heb nog naast de Mipuki Shell andere bouwprojecten zoals het Glazen Brughuis. Wie herinnert zich het Glazen Brughuis nog? 64 Tegelhuizen ook nog niet af. De moderne villa's ook nog niet af. Dus we hebben nog genoeg te doen. Spinnen zijn niet leuk. Linnea, foei. Ik vind spinnen vreselijk. Spinnen en muggen. Oeh. Ja, spinnen zijn brr. Ja, join us mijn Discord. Volg mijn socials. Doeg!